Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Wij Wij zijn zijn de de Vogies. En waar moeten wij zo lachen? Omdat we deze al 3 keer geopend hebben. En al 3 keer neemt hij niet op. maar wij nemen deze vlog dus. We openen nu de vlog. Want we waren dus vorige keer, hadden we hem dus met een verkeerde camera geopend. En nou, wij weten dus al wat we gaan doen. We gaan naar een superleuk zwembad. Ja. Met een onwijs gaaf glijbaan. Dus, vergeet even niet te abonneren. Niet te abonneren. Dat moet je wel zeker doen. En klik alvast op dat belletje. En duimpje omhoog. Zeker. En dan nemen we jullie nu mee naar die leuke vlog. Wauw, dat ziet er echt super mooi uit. Eens kijken. Voor de kleintjes. Kleine glijbaan. En het is hier heerlijk warm. Alle zwembaden zijn ook verwarmd. Kijk, en dit is dus die mega waterglijbaan. Kijk dan. Het ziet er wel heel raar uit. Nou, daar gaan we zo vanaf dan. Weer naar buiten. Mooi, met die bergen op de achtergrond. Dan kan je ook zo naar binnen zwemmen hier. Prachtig. En hier komt dan de glijbaan ook. Of hier kom je met de glijbaan, denk ik. Netjes hoor. Heel mooi. Maar wat een uitzicht. Ja, het is echt prachtig hier zo bij Olympiabad. Heet het? Ja, Olympiabad zijn we. En hier beneden heb je allemaal sportvelden, tennisvelden, weet ik het allemaal om ons heen. En dan heb je hier dus buiten dat gedeelte, met daar dus de 2 glijbanen. Of het is 1 glijbaan, dat weet ik nog niet, dat gaan we zo ontdekken. Maar ja, het is even een uurtje rijden vanaf ons camping. Ik vind het echt prachtig. En het uitzicht met die bergen, die liet ik net al eventjes zien, ja, dat is echt heel mooi. Kijk. Jasmee, die ligt wel lekker in het zwembad. Heerlijk. Ik ga ook even gauw plonzen. Zo, dit is lekker warm, hè? Ja, heerlijk. Is het jacuzzi. Ja, zo voelt het wel, ja, als een jacuzzi. Echt heel binnen lekker. Is het koud. Ja? Mag ik jullie? Ja, gaan we net binnen. Oh. Gaan we even onder water. 3, 2, 1. Ik sta even meteen. Oké, nu gaan we. Wat zullen we doen? Wow, water. Ik ga naar mama toe zwemmen. Kijk, ik ben bij mama. Ik denk, wat voel ik nou toch hier? Binnen is het koud, hè? Het water. Oh, dan ga ik niet naar binnen. Oma gaat nu naar binnen. Oh, wij ook. Ja, gaan wij ook naar binnen? Maar ik wil helemaal niet in het koude water. Het is zo lekker. Ik voel de kou nu al, hè? Oh ja, ik voel het, ja. Het is heel koud hier zo. Het is hier wel echt heel mooi. Moet je kijken. Al die lichtbedden. Van die kantelbedden. En dan hier. Een mooie brug. Nou, iedereen is lekker rustig hier, behalve dus mee. Zet de zwembad weer op stel. Ja! En het is gelukkig niet zo druk. Mama, ja. Kijk hè! Gaan wij even de wildwaterbaan doen? Ja, zeker. Kom, we gaan lekker de baan ontdekken. We gaan de wildwaterbaan doen. Ja! Oh. Papa! Nou, eerst even deze testen. Hij gaat best hard hoor. Oh, valt mee. Zo, het is best diep. Nou, zeker. En ook lekker warm. Klein baby watje. Heerlijk warm ook. Het zijn er dus 2. Eentje voor 12 plus en eentje voor 6 plus. Dus we gaan eerst voor 6 plus. Oh, verkeerde.
We zeepen om dat rechtje door. Wauw. Mooi zeg. Hij is denk ik best heftig, of niet? Spannend. Gaan jullie maar. Oh jongens, een hele blauwe plek. Jeetje, jongens! Man, dit is heftig! Ja, maar jij geen... Ik ga je alle kanten op. Nou, je breekt ze wat nog wat hier. Ja, ik verdronk! Ja, ik ook. Ja, ik ook veel kwijt. Alles was aan de hand. Dat gaat eerst. Dat kan ik niet opvangen. Oh, dat gaat jou opvangen, oké. Zo, hij is echt heftig, hè? Ik ben benieuwd naar die van 12 plus dan. Voor mij... Oh! Oh, je breekt alles hier, jongen. Oh, oké, daar gaan we weer. Man, wat gaat hier hard. Oh nee. En nu gaan we dus de kinderfamilie doen. Een doorzichtige! Wat? Een doorzichtige. Wow. Papa, wacht. Ik heb jou. Gaan jullie samen? Ja. Oké. Okay. Nou, deze is wel heel leuk zo, dat je alles buiten ziet. En deze is heel lekker warm. Oh ja, dit is even wachten. Ja, ik rem mezelf een beetje af. Kijk, met deze kan ik me afremmen. Zie je met mijn voeten een beetje. Maar die andere jongen. Echt bizar. Ik ga zo boos eraf te komen. Dat vloog uit mijn handen. Ja, het was echt bizar. We gaan het vast gewoon wel nog een keer doen. Want nu weet ik natuurlijk wat komen gaat. En hier hoor ik ze al gillen. Ah, het is gewoon heet hier in die glijbaan. Gewoon warm. Maar deze is dus beter. Zie je, kan me een beetje afremmen. Oeh. Ja, snap ik dat dit voor kinderen is, ja. Jee! Zo, even bijkomen van de rit. Nou, Jasmine is even met opa nog een keer door die warme glijbaan. Die was wel warm, hè? Dat was heel heet, ja. Een soort kas. Ja, een soort kas, broeikaseffect. Nou ja, ik moest er echt even van bijkomen. Maar we gaan straks gewoon nog een paar keer natuurlijk. Ja. Diep hè hier. Ja. Dus ik denk echt van waar ze ook baantjes kunnen trekken. 1, 2, jump. En daarboven is een restaurant. Dus gaan we daar ook even kijken. Het ziet er mooi uit. Gaan jullie een vlog maken? Ga jij het even laten zien? Ja. En daar kun je dan een ijsje halen en een patatje, wat te drinken. Daar ga je. Dat was het mooie. Ik vind het namelijk heel erg mooi. Wow. Oké, wat gaan we doen? Kijk, wacht, glijbaan. Okay.
Gaan we bij de sauna kijken? Ja. En het bad binnen hier is dus 30 graden en er is een druppel op. En buiten is het 32 graden, ja? Ik heb nu voor de wildwater maar echt een zwemvest nodig, want ik verdronk. Ja, hè? Was echt wel heftig was die. Maar nou moet je een beetje stil zijn, hè? Want nu gaan we naar de sauna. Ja. We mogen niet te hard praten. Maar het is heel rustig, dus ik denk dat er eigenlijk niemand in de sauna zit. Dus ik moet even ontdekken hier zo. Even kijken, sauna. Deze kant op. Een massage kun je ook laten doen hier zo. Dit zijn de zonnebanken. Nee. Die hebben we niet nodig, hè? Nee. Massage kun je daar doen. En hier heb je dan. Nou, hierboven zijn we dus gelijk bij het restaurant ook. En hier is dus de sauna. Oh, ziet er wel heel mooi uit, hè? Kijk of die open is. Nee, die is gesloten. Jammer. Oh, hier staan de openingstijden. Kijk. Om 2 uur. 2 uur, 3 uur. Nou, ik wou ook mijn horloge kijken, maar dat is geen horloge. Om 2 uur gaan ze open. Mag ik een ijsje? Gaan we eerst even wat eten, ja? Dan doen we daarna een ijsje. Okay. Goed? Dus om 2 uur gaat hij open, dus we moeten nog heel even wachten. Ja. Koud? Nee joh, dat lijkt maar zo denk ik. Ja, het is wel, nou ja, het is wel frisser als die andere, ja. En dan kijk je of ze daar ook een waterval, ja? Ja hoor, gaan we nog een keer daarin. En ik zei net al tegen Jasmee, ik had nog een keer gekeken, denk, hoe kan het nou dat hij meneer ons door liet gaan omdat het voor 12 jaar was. Maar onder begeleiding mag je dus wel gewoon naar binnen van die andere. Maar als we hem straks nog een keer gaan doen, dan wil ik graag dat Jasmee er bandje om doet. Want dan blijft ze niet voor boven water. We gingen er allebei helemaal onder water in zo'n kolk. Dus dat vond ik nogal spannend. En nu weet ik natuurlijk, dus nu gaat Boy voor. En die gaat niet zo hard als ons, dus die heeft een zwembroek aan. En wij hebben natuurlijk gewoon onze bikini aan. Dus wij gaan natuurlijk 2 keer zo hard. Maar goed, als het mag, dan het liefst er bandje om. Dat we dan net even wat meer zekerheid hebben. En dan kom je ook niet zo tegen die zijkanten aan. En we gaan nu nog een keer van de warme glijbaan. Die van Jasmee neemt jullie mee. Ja, 110 meter is die. Van 2 tot 6. Het is te warm, het is te hè? Ja, hè? Hier, neem jij ze mee? Ja, niet te kijk. Ja, het is geluid goed. Heerlijk, het is echt vakantie. Even opdrogen en dan gaan we lekker wat eten. Maar zo in het zonnetje en lekker bij het zwembad. Dus echt genieten. Je hebt lekker club sandwich. En opa heeft een tonijnpizza. En ik heb een flamkuchen, alleen hij is wel wat dikker, het lijkt naar een pizza. En je hebt de vegetarische variant. En Jasmee daar eten, oeh, dat was pas een feestje. Ja, het is toch wel een flamkuchen, kijk maar hoe dun die is.
Kanker. Oeh, dat is lekker, hè? Keizersmarren met lekker fruit erbij. Dit. Dat is een tomaten. Klein tomaatje, toch? Zo'n kerstje is dat, toch? Nee, het is geen tomaat. Oh, aardbei! Lekker. Daar is mijn lekker voor. Is die lekker? Ja. Nu zie ik aan de kant. Als je achter de boren
gaat, dan weet je niet meer waar je bent. Help, help, help. Nog een speeltuintje erbij en nog een heel licht gebeuren hier zo, zie je dat? Kun je op zo'n dek gaan liggen. Maar het leuke is, ik zag het net toen we in die wereldwaterbaan waren en nu gingen we samen, het is mee en ik. En nu stond hij weer zo hard. Dus we gingen weer alle kanten op. Moet je kijken hoe mooi het hier is. Prachtig. Maar goed, er stonden dus mensen stonden hier te filmen dat ze voorbij kwamen. Dus ik dacht, oh dat is superleuk, ga ik zo ook even doen. Dus als het goed is, komt ze straks met Boy voorbij. En dan kan ik ze hier filmen. En nu is het water nog rustig. Hij is weer geopend. Hij gaat iedere keer gaat hij even dicht. En dan gaat hij hier voor 20 minuten open. En dan gaat hij weer een half uurtje dicht. Dus nou ja, even kijken of we ze kunnen filmen. Of we ze kunnen zien. Ja, daar zijn ze. Ja, zei ik toch? Boy zegt het nu ook. Hij gaat veel harder. Ja, dat vond ik ook al, ja. We zijn weer uitgebadderd. Was wel echt super leuk, hè? Ja. Dus we hebben even pauwen heb je gedaan in de auto. Hè? Wat vond je nou het allerleukste? Die wildwater. Water. Die ging echt mega hard, hè? En we gaan nu kijken of ze snoepjes. Ja, we gaan nu even bij de supermarkt zijn we gestopt. Een paar kleine dingetjes nodig. En dus met die wilde van die spenen met zo'n lolly eraan. Dus maar waar we net waren, zeg maar, bij het zwembad, dat was allemaal druk en kon niet pinnen daar. In ieder geval, je kon er wel pinnen, maar weer net niet bij het snoepgedeelte. Ik zei, we gaan toch nog naar de supermarkt, dus we kopen het hier wel. Dus we gaan nu even de supermarkt in en dan gaan we lekker naar de camping. Ze hadden niet die lollies, maar wel lekker. Merci. Die vindt Jasmee zo lekker. Hè? Vooral... ik vind de blauwe lekker, ik vind de groene lekker en de rode. Dat is alle lekkerst. De enige die ik echt maar kan vinden. En marsepein en die dingen die ik niet lust. Nee. Die eet ik nooit. Die eten wij wel op, hè? Ik denk dat ik voor. Kom een beetje aan de kant. Blauw. Oké. Dat zo. Een lekker barbecue straks. Mama? Ja. Kan je dat, dat ga ik doen, want je had last van je teen, hè? Ja, mijn nageltjes zitten. Nou, gaan we die er even afknippen, goed? Ja. Je hele teen, toch? Huh? Je hele teen eraf, toch? Nee. Ah. Ik vond het echt een superleuk zwem. Ja, het was echt een aanrader. Het is even een uurtje rijden, maar dan heb je ook wat. Het had ook een hele mooie sauna, trouwens. Maar dan mocht ik niet filmen, omdat iedereen loopt daar zonder bikini. Yeah. Ja, dus dan mocht ik even niet filmen. Echt helemaal bloot. Maar het was echt prachtig. We zijn er niet geweest, maar ik mocht heel even om het hoekje kijken. Dus misschien, wie weet, gaan we daar ooit een keer heen. Vond je dit weer een leuk vlog? Geef dan een dikke duim omhoog. En vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. Vergeet niet te abonneren. Doei!
Doei.